welkom allemaal. Het is alweer eventjes geleden dat ik de meeste van jullie gezien heb. Ik ben eventjes op reis geweest en dan kom ik terug en dan wil ik mijn kantoor binnenstappen en is het ineens helemaal leeg. Want terwijl ik weg was, zijn we verhuisd naar voor mij echt een droomlocatie. Het Olympisch Stadion. Ik was heel erg verrast. Ik wist dat er wat stond te gebeuren, maar je weet natuurlijk nooit precies wat. En ik heb Barbara heel erg lang niet gezien. Het was echt een mooie avond. Ik denk dat het interview met Marat Safin, wat er nu eigenlijk in staat, dat voor mij het meest spannend was. Wat is dan de touch van Victoria dat jij zorgt dat ze iemand toch loskomt? Ja, zoals Frits vanochtend al tegen me zei, zie jij hoe vaak dit format wordt nagedaan door andere bladen? Ik zei, oh, is dat zo, Frits? Ik zeg, maar de touch van Victoria moet je nooit prijsgeven. Dus, Ja, hey, daar is ze. Hoi! Even allemaal zwaaien naar Estefana. Dag! Gisteren Max Verstappen gesproken. En wist jij dat hij wat met handbal heeft? Nee. Nee, hij volgt jullie op de voet. Hij was heel trots dat hij met jou op de cover staat. En jij, ben jij ook nog een beetje trots? Ja, ik ben hartstikke trots. Het is natuurlijk een super talent. Ja, echt helemaal geweldig. Het is een super mooie foto geworden. Lijken wel een getrouwd stel, joh, met z'n tweeën. Hoe trots ben je dat je in het blad staat en dat je hier gewoon met je twee kindjes aanwezig kan zijn? Kijk, ik heb hier in het blad gestaan samen met mijn broer. Voor mij was het bijna 10 jaar geleden of zo. Toen was Gio net wereldkampioen. En om er nog een tweede keer in te staan is heel mooi. En dan met mijn twee kinderen, bij eigenlijk mijn twee grootste prijzen van mijn leven, ja, die daarin staan, dat is gewoon heel mooi. En natuurlijk ook mijn moeder en mijn schoonouders, die gewoon van onwijs steun en heel belangrijk voor me zijn. En ook voor mijn carrière, daarin staan, ja, dat is gewoon heel mooi. En wij willen natuurlijk allemaal weten, hoe gaat het met die kleine thuis, met Brett? Ja, met Brett gaat het goed hoor. En hij eet goed en hij weegt inmiddels 5 kilo. Ja, hij is nog geen maandje oud en het gaat allemaal lekker. Je hebt natuurlijk al een kleine Shanna van 3, maar hoeveel impact heeft nou zo'n tweede, denk je, op je sportcarrière? Ja, nou ja, dat gaan we zo meteen zien. Het gaat zo meteen gaat het seizoen beginnen, maar met de steun dat mijn moeder nog af en toe komt slapen en mijn schoonouders ook regelmatig over de vloer komen, kan ik natuurlijk wel het vooroorloven om 's nachts gewoon door te slapen en dan hoef ik minder vaker uit, dus dat is mijn geluk. Luc de Jong, waar ben je? De beste FIFA-speler van Nederland is hier aanwezig. Ja, het is al bekend bij Luc, geloof ik. Hij is al een beetje geïnstrueerd. Maar in elk geval om het een potje op te nemen tegen Luc, inderdaad. Durf je dat? Ja, ik durf dat wel, ja.